Waarom houden katten van dozen? Welkom terug bij de Gelukkige Huiskat. Wat leuk dat je weer kijkt. En als je nieuw bent, ook tof dat je weer kijkt. En vergeet je dan vooral niet te abonneren op ons kanaal, zodat je geen een van onze video's mist. Wil je ons steunen, dan kan dat via onze petje.af pagina. En vandaag gaan we het hebben over waarom katten dozen zo ontzettend leuk vinden. Want echt, YouTube staat er vol mee. Katten die in de doos springen. Ja, en wij hebben trouwens op onze Facebookpagina en op Instagram, Ja. Hebben we elke dinsdag dozendag. Ja. Hashtag dinsdag dozendag. En daar staan allemaal foto's op van katten in dozen. Ja. Ja, ze vinden dat gewoon hartstikke tof. Maar waarom is dat nou? Ja. Nou, ja, er zijn een aantal redenen voor, hè? Ja. Een doos is natuurlijk lekker... beschermend. En katten zijn, naast dat het roofdieren zijn, ook prooidieren. Dus ze kunnen zich er lekker in verschuilen. Ja, ze houden eigenlijk gewoon niet van open vlaktes. Nee, precies. En daarnaast, zo'n doos sluit precies aan bij een, zeg maar, prooivangstgedrag. Dus vanuit zo'n doos kan je mooie prooi bestuderen en bespringen. Ja, verdekt opgesteld is. Ja, precies. Ja. Ja. Daarom vinden ze het ook heel vaak leuk om te spelen. Hè? Vanuit een doos of rondom een doos. Ja, of als je zo'n gaatje in de doos maakt waar zo'n poot dan net zo nog in kan, zeg maar. Ja. Dat vinden ze echt leuk. Dus, en daarnaast vinden ze het ook heel erg fijn om in een doos te slapen. En dat heeft ermee te maken dat karton heel fijn isoleert. En als je dan zo'n doos hebt waar je net aan wel, net aan niet in past, dan past dat zo, sluit het zo lekker om je lijfje heen, zeg maar. En als je er ook nog eens een kleedje in doet, ja, dat dan heb je top. Echt de ideale slaapplek waar je je lichaam lekker op temperatuur kan houden. Ja, dus, zeker. En ze vinden het vaak ook trouwens heel erg fijn om eraan te krabben, hè, karton. Ja, ja. Er zijn ook speciale kartonnen krab dingen, maar... Dat doen katten ook wel regelmatig. Merkte ik aan Stip wel veel als er een doos kwam. Dat hij er even lekker in ging krabben. Ja. En verder, ja. Ze zijn natuurlijk gewoon hartstikke nieuwsgierig, katten. Ik kan geen doos mee naar huis nemen zonder dat er een kat op zit. Je zet hem neer, je draait je om en er zit een kat op. En als ze even de kans krijgt, dan klimmen ze er dus ook in. Dus ja, dozen zijn eigenlijk multifunctioneel. Ja. En de laatste is het ook nog wetenschappelijk aangetoond dat een kat die een doos krijgt in het asiel minder stress ervaart dan een kat die geen doos krijgt in het asiel. Dus het werkt ook nog eens stressverlagend. Ja, en dat komt natuurlijk omdat het eigenlijk een soort van veilige plek is waar ze in weg kunnen kruipen. En daar kun je supergoed gebruik van maken, inderdaad in asiel of in de dierartsenpraktijk. Maar ook gewoon in je ook huis. Gewoon thuis. Ja. En daar hebben we een hele coole video over gemaakt, over hoe je een veilige plek maakt van een doos en een t-shirt. Dus die zullen we hierboven nog even linken. Dus kijk die vooral heel eventjes terug. En ja, ook waarom kattendozen ook zo vaak zo leuk vinden, is dat je ze dus meeneemt van buiten. Dus je hebt boodschap gedaan en je neemt een doosje mee. En dan zit er natuurlijk weer een nieuw luchtje aan. Ja, katten zijn gewoon nieuwsgierig en die willen dat gewoon allemaal ontdekken. Dus neem regelmatig een nieuwe doos mee naar huis. Ja. En je kan ook nog meer gebruik maken van een doos door diezelfde doos gewoon ergens in een andere kamer neer te zetten. Want dan is het in één keer weer een soort van nieuwe doos. Ja, ja. En wat je ook met een doos kan doen natuurlijk, is dat je er wat brokjes in doet. Ja. Ja, ja, of brokjes en wat papier. Ja, of blaadjes van buiten. Ja, ja. Dus dan, wordt het ineens een voerpuzzel. Ja, dus mogelijkheden genoeg met alleen maar een simpele kartonnen doos. Ja. Ja, je hoeft niet eens die krappen al meer in elkaar te zetten die erin zit. Gewoon die doos alleen is genoeg. Ja, dat is voldoende. Oké. Okay. Nou, dat was eigenlijk even in het kort. Waarom vind ik altijd dozen zo leuk? Ja. Nou, daarom. Ja. Heb jij nou een leuke foto van jouw kat in een doos? Ja. Post hem dan. Kan dat eigenlijk in opmerkingen onder YouTube? Nee, geen foto's denk ik. Maar doe dan even op onze Facebook. Ja, op onze Facebook of Insta natuurlijk. Ja. Ja. En dan... Voor dinsdag dozendag. Ja, voor dinsdag dozendag. Zet er dan even bij, als je het leuk vindt, dat we hem posten op dinsdag dozendag. Ja. Zet dat er dan even bij. Hè? Want anders krijgen we soms wel foto's van mensen. Hartstikke leuk, maar wij weten dan niet of we ze daadwerkelijk ook mogen gebruiken. Dus wil je dat we hem gebruiken of vind je het prima dat we hem gebruiken? Zet dat er dan even bij. Ja. En dan zien wij graag jouw kat terug. Oké, dit was de video van deze week. Vond je het een leuke video? Duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren. En kijk ook op onze Insta, Facebook en Pinterest. En dan zien we je volgende week weer. Tot volgende week.